President Chandrika Prasad Santokhi wil om de 3 maanden grondpapieren uitreiken in Nikeri. Het staatshoofd vindt dat iedereen aanspraak maakt op een stuk grond en die ook moet krijgen. Het afgelopen weekend zijn er 74 grondpapieren overhandigd aan Nigerianen. Tijdens een persmoment wijst Santokhi erop dat er grondaanvragen lopen van 30 jaar geleden. Het wordt dan ook tijd dat deze achterstand structureel ter hand wordt genomen. We gaan het structureel aanpakken. Daarom heb ik een team hier samengesteld. Er wordt een presidentiële werkgroep met de vertegenwoordiger van GBB, met de vertegenwoordiger van districtsbestuur, een vertegenwoordiger van de DNA is erbij, een vertegenwoordiger van GBB ook hier zo. Dus kortom, een team dat nu dit proces voor mij moet monitoren, maar ook als unit moet gaan fungeren, om die klachten te accepteren dat dit daar gebeurt, dat dit daar gebeurt, en ze gaan rechtstreeks aan de president rapporteren. Zodat ik vanuit mijn niveau kan ingrijpen als er iets misgaat. Dus we gaan vanaf vandaag een beetje ordening brengen in het vraagstuk van grond en structureel dat oplossen. Bij deze gelegenheid heeft Santokhi ook het probleem ten aanzien van de Baso-kaarten in Nikeri besproken. In het vervolg moeten alle processen met betrekking tot de Baso-kaarten transparant en eerlijk plaatsvinden. Daarom komt er een presidentiële commissie voor Baso-kaarten die alles zal monitoren. En vervolgens hebben we vanaf vandaag ook een kantoor voor Baso-kaart. De opdracht is gegeven, binnen 2 weken moet ik voorstellen krijgen hoe die werkarmen van de Baso-wet fungeren, namelijk de zorgraad. En het uitvoeringsorgaan. Want als die 2 organen goed functioneren, dan zou ik als president niet met het vraagstuk bezig hoeven te houden. Daar gaan we kijken hoe zij functioneren. En als er daar gebrek aan functioneren is, gaan we daar ook maatregelen treffen. We hebben ook het besluit genomen. Binnen 2 weken moet er ook een scan plaatsvinden bij die afdelingshoofden van de verschillende kantoren. Want het blijkt dat we als regering besluiten nemen. Het blijkt dat we als regering een beleid hebben uitgestippeld. Maar hoe is die tegenwerking van het beleid daar bij die afdelingshoofden? Omdat er daar personen zijn met een politieke agenda. Mensen op overheidsposten die vanwege een politieke agenda het werk saboteren, zullen volgens het staatshoofd worden aangepakt. Als aantredende regering hebben we toen gezegd dat we met alle Surinamers gaan werken. Maar we verwachten van alle Surinamers dat zij het regeerbeleid ondersteunen, benadrukt president Santokhi.